aankopers zijn het gewoon van heel technisch te gaan specifieren en hele lange bestekken te schrijven met grote details over wat ze allemaal wensen aan te kopen. Met alle details die zij eigenlijk liefst als oplossing naar voren zien komen, die beschreven is in het bestek. Maar bij functioneel specifieren, en graag de volgende slide, ga je eigenlijk meer de eisen waaraan een innovatieve oplossing voldoen gaan beschrijven. Dan gaat het de leveranciers veel meer vertrouwen geven dan zij de meest passende innovatieve oplossing kunnen bieden. Die nieuwe perspectieven in aankoop, kijk, je ziet het, wij als aankopers zien eigenlijk in onze organisaties ook enorm veranderende behoeftes. De organisaties veranderen veel sneller dan vroeger, behoeftes veranderen veel sneller. We moeten veel sneller kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Kijk nu naar die COVID-crisis. En die vaste standaardbehoeften, met manier van spreken, de bestek die we jaar na jaar kopiëren. Dus het bestek van dit jaar is gewoon een copy-paste van het bestek van 4 jaar geleden. Dat is eigenlijk voorbij. Meer en meer gaan aankopers vertrouwen hebben op de kennis in de markt. En gaan ze zich afvragen van, ja, kijk, wie heeft hier de meeste kennis over de nieuwe businessmodellen, over de nieuwe oplossingen, wij als aankopers of de markt. En ze gaan het vertrouwen gaan leggen op die kennis in de markt en minder op de kennis van de aankoper zelf. Dus die business as usual strategieën van aankopers, die gaan eigenlijk plaats gaan maken voor meer openheid voor innovatieve oplossingen op de markt. Ze gaan ook de nadruk gaan leggen op responsabilisering. Want aankopers vandaag zijn ook vaak strategischer in hun organisatie ingebed. En we moeten eigenlijk ook een beetje verantwoording gaan afleggen over al die producten en al die materialen die gebruikt worden in de organisatie, die dankzij de aankoper in de organisatie gebracht zijn, ja, die gewoon gebruiken en dan via een afvalmanagementcontract gaan disposen in uw organisatie, dat is ook een beetje voorbij. De aankopers gaan nu vandaag al van bij de voorbereiding van een dossier echt gaan kijken van wat is de oplossing na gebruik. Wat zijn de mogelijke next loops die ons product of de oplossing die aangeboden is mogelijk nog kan kennen in een volgende leven of hoe kunnen we transparantie krijgen in de volgende loops. Dat brengt ons eigenlijk bij het concept van functioneel specifieren. En dat idee, dat kent ondertussen iedereen. We kopen licht in de plaats van verlichting. Maar dat is eigenlijk het basisidee van functioneel specifieren. Dus functioneel specifieren is eigenlijk gaan kijken. Het is een manier van aanbesteden, van aankopen, waarin dat je zo goed mogelijk probeert te beschrijven welke functie het product of de oplossing moet gaan vervullen voor u als gebruiker. Wat moet dat product doen? In wat moet dat product u als gebruiker voorzien? En we gaan veel minder als aankoper in detail gaan beschrijven hoe dat die behoefte moet gaan worden ingevuld. Met 30 bladzijden details over geuren en kleuren en centimeters enzovoort. Ik geef u maar een paar voorbeelden, want er zijn zoveel voorbeelden vandaag op vlak van functioneel specifieren. Verlichting, we gaan niet meer vragen van we willen dit type armaturen, verlichtingsarmaturen, die we dan uiteindelijk ook zelf gaan onderhouden, waar we zelf de lampen van gaan vervangen als er defecten zijn. Maar nee, wij willen zoveel uren licht per dag, met zo'n sterkte, zoveel lumen. Wij willen smart metering opties, wij willen zoveel minder verbruiken. We willen een daling zien op onze energiefactuur, enzovoort, enzovoort. Standaard aan het worden is, en daar kun je gaan zeggen, ja, we hebben bepaalde behoeften op vlak van informatietechnologie, op vlak van informatiedienstverlening, software, enzovoort. Dit zijn hier onze behoeftes. En niet meer in detail gaan beschrijven welke laptops dat je precies wilt, welke schermen, welke servers, enzovoort.